naar wat ik gezegd heb. Dankjewel. Dan sluit ik de tweede ronde voor het parlement. Open ik de tweede ronde voor de regering, maar dat gaan we vandaag niet doen. Pas donderdag, maar we hadden een afspraak met de vice-president om te reageren op de kwestie van de uitgegeven bereidsverklaring en is bereid gevonden om dat te doen. Vice-president heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, zoals ik had beloofd gisteren, dat tijdens de behandeling van vandaag, dat we duidelijkheid zouden geven over wat u geachte leden naar voren hebben gebracht, dat aan de Mennonieten, of hoe je die dingen zegt, 400 hectare grond zou hebben gegeven. U bedoelt die mensen? Ja, die mensen. U zei maar, die dingen, het zijn mensen. Mennonieten zijn mensen, vice-president. U zei dingen. Oh, misschien dat ik... ja, meneer de voorzitter, sorry. Als ik dingen heb gezegd, dan... Sorry, die Mennonieten. Zijn die mensen die zijn gekomen naar Suriname. Meneer de voorzitter, ik mag u berichten. Met de minister gezeten en duidelijk instructies hebben gegeven om alle bereidsverklaringen die aan Mennonieten zijn gegeven, dat we die willen zien. Meneer voorzitter, tot onze grote verbazing hebben we nooit boven water kunnen zien dat aan Mennonieten gronden zijn gegeven. Mennonieten hebben nooit grond aangevraagd. Dus het kan ook nooit zo zijn dat Mennonieten gronden hebben gehad. Dus wat hier gezegd is, met gespierde taal hier, gisteren in uw geacht college, mensen slaan op tafel, dat er hier hebben we bereidverklaringen. Dat zijn allemaal niet waar, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, misschien kan ik even aangeven hoe aanvragen worden gedaan bij het domeinkantoor. Een ieder die in het bezit is van de Surinaamse nationaliteit, meneer de voorzitter, en de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, als mede rechtspersonen, stichtingen, NV's, die naar Surinaamse recht zijn opgericht, kunnen een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor een verkrijgen van het recht van grondhuur op domeingrond, meneer de voorzitter. En hoe geschiet dat verder, meneer de voorzitter? De vereisten zijn, vereiste documenten zijn, verzoekschrift, meneer de voorzitter, met vermelding van contactgegevens van de verzoeker, kopie ID-kaart verzoeker, figuratieve kaart vervaardigd door een beëdigd landmeter, nationaliteitsverklaring, natuurlijke personen, verklaring van rechtspersoonlijkheid, rechtspersonen, meneer de voorzitter. Adviezen voor het opmaken van een beschikking zijn de adviezen van de in de wet genoemde instanties noodzakelijk. In een adviesbrief van de minister van GBB naar de DC en de ministers wordt uitdrukkelijk aangegeven dat indien binnen de gestelde termijn van 4 weken geen reactie of advies is ontvangen, de minister van GBB mag aannemen dat er bij de instantie geen principiële bezwaren bestaan tegen de inwilliging van het desbetreffende verzoek. Meneer voorzitter, indien geen advies is uitgebracht binnen de gestelde termijn, kan de minister overgaan tot het verstrekken van een bereidverklaring. Maar terugkomen op bereidverklaring wat hier is getoond,
door uw geachte lid met gespierde talen enzovoort. Meneer voorzitter, wil ik u zeggen dat wanneer ik kijk naar parlementariërs, vooral die ervaren parlementariërs, willen ze het volk misleiden. Voorzitter, hier in uw college wil bepaalde parlementariërs het volk misleiden door verkeerde informatie door te geven. Als ik zeg misleiden, dat betekent dat wanneer je iets hier presenteert, gaat het volk inderdaad geloven. En als dat niet zo is, dan is het misleidend. Maar de voorzitter, dus wanneer ik zeg dat men het volk wil misleiden, dan heb ik niet slecht bedoeld. Ja, omdat er geen enkele bereidverklaring is gegeven aan minonieten. Maar de voorzitter, als we nemen over die bereidsverklaring waar hij heeft, de case aquacultuur Reinhard NV, meneer de voorzitter, het verzoekschrift van aquacultuur Reinhard NV is gedateerd op 10 juli 2023. Adviezen zijn opgevraagd aan de minister aan DC. Minister van LVV heeft ook advies gebracht. Met inachtneming van de gestelde termijnen van 4 weken is de rapporten van de grondinspectie daarna opgemaakt op de datum 7 september 2023. In navolging daarvan is de bereidverklaring op 7 september opgemaakt. Meneer voorzitter, wanneer een bereidverklaring is opgemaakt voor aquacultuur Reinhard, en je zegt hier dat het voor minonieten bestemd is, dat vind ik misleidend. Wie kan dat bijvoorbeeld zeggen van hij is voor minonieten bestemd? Op alle aanvragen worden serieus behandeld. Dan kan het een rechtpersoonlijk zijn of gewone persoon, mensen die gewoon vragen. Dan wordt alles behandeld en correct afgehandeld, meneer de voorzitter. De minister mag, meneer de voorzitter, en ik zeg u, wanneer zegt de minister is fout, wat moet de minister hier komen uitleggen? Als de bevoegdheid van de minister is dat de minister mag uitgeven tot een grootte van 499 hectare, dan wie komt hier zeggen dat de minister fout is? Wanneer de minister dit niet overschrijdt, dan is de minister nooit fout. Ja, maar de minister is fout wanneer je hier die zaak verdraait en zegt is aan minonieten gegeven. De minister heeft duidelijk hier gezegd, ik heb geen enkele beschikking gegeven aan minonieten. Ja, en ik ga door, meneer de voorzitter. In Kasi is het een rechtspersoon die heeft aangevraagd welke niet door de wet is verboden. Die discussie moet niet zozeer gaan over GBB. Het is een beschikking, dan ga je discussiëren over GBB. Meneer de voorzitter, de BV is wel getekend, maar origineel is nooit verstrekt vanwege het feit dat het ministerie nog onderzoek heeft gesteld, wil nog met mensen van het gebied praten. Er is geen enkele. Laat iemand komen zeggen van we hebben een beschikking gehad. Niemand, niet eens deze vertegenwoordiger van de aquacultuur, Reinhard NV, heeft een bereidverklaring in handen. Meneer voorzitter, al die bereidverklaringen zitten nog daar origineel en bij expeditie. Nergens is één persoon getekend dat die is afgestaan aan niemand. De BV is wel getekend, maar origineel is nooit verstrekt vanwege het feit dat ik dat al heb gezegd. Blijkbaar is het uitgelekt vanuit het ministerie om te doen voorkomen alsof de beschikking is verstrekt. Ja, laat iemand met een beschikking komen. Meneer voorzitter, wanneer men hier met de gespierde taal in uw college hier schreeuwt. Ja, zoveel hectare, meneer de voorzitter.
Daar heb ik gezegd hoe dit is gezien. De minister heeft heel correct gehandeld, conform de richtlijnen hoe je een beschikking voorbereidt totdat je dat afgeeft. En nog niet eens afgegeven. Meneer voorzitter, wanneer men hier speelt, dan heb ik over deze lui, of die luizen die hier zijn, meneer de voorzitter. Nee, de lui. Nee, luizen, lui. Lui is lui. Ja. Lui. Het woord van lui is luizen, toch? Nee. Huh? Lui is meer voor. Ik weet dat ik dacht dat het luizen is. Ja. Maar goed. Ja. Maar wanneer deze lui, meneer de voorzitter. Vice-president, ja. Nee. Ik zal het. Wanneer. Lui. Dat ik neem mijn woord terug. Ja. Wanneer uw geachte lid of leden hier stelt dat. Ja, dit moet onderzocht worden. Het moet komen met bewijzen. Meneer de voorzitter, ik wil die terugvoeren. Ik wil die terugvoeren. Kijk, ik heb mijn hele map. Ik wil niet die hele map bewijzen. Maar dit is binnen een maand gegeven. Nadat ze die verkiezingen hebben verloren. Nadat ze die verkiezingen hebben verloren, dan kan ik je zeggen, hebben ze bijkans 300.000 hectare gegeven. En ik zeg u, ik zal u zeggen, op 15 juli, ik kom. Ik ga u zeggen aan wie, aan die mensen van jullie. Dan ga ik niet verder dan 15 juli 2020. Je gaat niet verder dan 15 juli 2020. Kijk, zelf op 15 juli 2020, één dag voordat ze moeten overdragen, hebben ze, ik wil geen namen noemen, maar ik kan wel, Greenheart, moeten we dat ook horen, aan Greenheart Suriname. Nee, maar exact u. Het is een bedrijf dat u wil weten, toch? Maar deze was ook een NV aan Greenheart. Is oké, meneer de voorzitter, ik wijs u. En dat is 25.000 hectare. 25.000 hectare. Ik heb al gezegd aan wie. Is zeer klein. Gelegen ten westen van. Aanwezig van Nikeri Rivier. Daar. Deel uitmaken van terrein 502. Dit is één, meneer de voorzitter. Greenheart NV. Hier hebben ze ook op dezelfde 15 juli 2020. Hebben ze gegeven. Aan de heer CH Timber Company hebben ze hier gegeven 27.900 hectare. Zelfde dag, meneer de voorzitter. En op 13 juli hebben ze ook grote lappenkrant gegeven. Ja? Nee, ik zeg u wanneer u dat zegt. En het komt nog meer, meneer voorzitter. Ik heb hier 29 grote stukken, die komen allemaal, meneer de voorzitter, op 200, bijkans 300.000 hectare. Dat zo binnen, laten we zeggen één dag, omdat ze weten, ze moeten afzuigen, moeten overdragen. En als behoorlijk bestuur, hij zegt van oké, ik ga moeten overdragen, dan kan ik vandaag niet meer tekenen. Maar ze tekenen nog 300.000. Meneer voorzitter, als dat nog niet genoeg is, op die laatste dag op de vangreep. Op de vangreep. Ik ga het zoeken hoor. Ja, hier. Op de vangreep hebben ze een vlag hier gegeven. Meneer voorzitter, aan Assai Operation NV heeft op 15 juli 2020. In kronduur aangevraagd, luister goed meneer voorzitter, via u. Assai Operation heeft op 15 juli 2020 aangevraagd.
aangevraagd. Het perceel vermoedelijk groot 294.000 hectare. Hebben ze op die 15, morgen moeten ze overdragen aan de president Santokki en de vicepresident Brunswijk. En iemand vraagt op 15 juli 2020 ons stuk perceel vlak hier para. En dus die stuk para ten oosten van de Indira Gandhiweg, vlak hier. 294 hectare. Assai Operation NV heeft bij beschikking van 15 juli zelf, zelfde dag, meneer de voorzitter, waar deze lui, oh, sorry, waar uw geachte leden, zij waren aan de macht. Ze hebben niet ingegrepen, niemand heeft hem gegrepen. Ze dachten van, laten we nog die laatste nemen, alles wat we kunnen nemen, nemen we. Ja, en dat is gebeurd, terwijl we 16 juli gaan overnemen. Zeg, hé, wat ik gewoon laatste wang, vlak hier, para. Grote lappen grond hebben ze daar genomen, 294 hectare. Vandaag aangevraagd, vandaag beschikking, alles gehad. Dit is onbehoorlijk bestuur. Ja, en daarom heb ik gezegd, ik breng deze dingen, laten we kijken. Ik heb niet gezegd dat de minister zelf de fout moet gaan maken, maar wanneer de minister van GBB correct hier beschikking heeft opgemaakt en nog niet eens verstrekt, omdat er nog een gesprek moest komen met de kapitein, van de gebieden, die mensen die daar wonen. Vandaar zeg ik, ik ga nog niet verstrekken totdat er duidelijkheid komt. Ja? En kennelijk heeft iemand daar een foto gemaakt en dit heeft gepresenteerd. Maar nooit heeft de minister van GBB een stuk grond gegeven aan Mennonieten. Dus als je zegt aan Agricultuur Reinhard, die heeft aangevraagd en die heeft nog geen enkele beschikken in zijn hand. Ja? Dus ik wil dat clearen hier, zodat de samenleving die gisteren hebben geluisterd hier in uw geacht college met alle tamtam hier in uw geacht college, meneer de voorzitter, zodat de gemeenschap vandaag hoort dat het niet zo is. Ja? Dus dan wil ik dat zeggen en vandaag weer heeft uw geachte lid Parmisser. En meneer Parmisser heeft hier gezegd dat iets van 98 de Mennonieten hebben weer 98 verzoeken ingediend. Meneer voorzitter, ik mag u zeggen dat ik weet niet over welke indiening die heeft, maar elke burger, precies wat ik hier heb gelezen, elke rechtpersoon die een aanvraag wil doen, mag dat doen. Elke aanvraag wordt correct behandeld, correct geanalyseerd en indien alles in orde is, dan krijgt die persoon zijn beschikking. Ja? Maar wel wanneer het gaat, bijvoorbeeld in de gemeenschap wordt gezegd dat voor Mennonieten gronden worden gezocht, dan is de regering extra alert. Dan is de regering extra alert. Dat, minister, let u wel op. Als u ziet dat mensen contracten gronden aanvraag, aanhouden. En dat is ook gebeurd. Alles is daar, wat u ook heeft gezien, dat die aanvragen zijn daar, zijn aangehouden. Ze worden extra onderzocht, extra. En als je inderdaad niet van mening, omdat je zeker bent dat het niet van die aard is, dan wordt het gegeven conform de wet, conform die richtlijnen. Ja, en één ding wat ik nog wil zeggen over Mennonieten. Ik heb vandaag met de president gesproken. Ik heb president gezegd, de Mennonieten zijn niet zomaar hier komen. Er is een besluit genomen in de regeringsvergadering dat 50 gezinnen mogen komen. En als die 50 gezinnen hier komen, meneer voorzitter, dat betekent dat de regering gewoon moet aangeven
beleid ontwikkelen voor deze mensen. Wat gaan ze doen? Gaan ze planten? Maar ze gaan toch niet een geluk kunnen planten? Ze moeten grond hebben om te planten. Laat de regering, en even me gezegd, woensdag tijdens de regeringstop gaan we hierover praten om richtlijnen om te kijken hoe hij dit gaat regelen. Ja? Omdat die mensen niet zomaar zijn gekomen. En de regering kunnen ze toch niet zomaar laten en dan gaan ze hier en daar en dan krijg je dit. Dus vanaf deze week, morgen, gaat de president ons zeggen wat de richtlijnen zijn. Hoe gaan we, moeten die mensen teruggaan, krijgen ze geen grond. Dan betekent dit dat als de regering van orde is dat deze mensen om bijdrage willen voor de ontwikkeling, dan moeten we beleid maken om te zeggen van, jullie krijgen zo'n stuk grond ter beschikking, onder welke voorwaarden. En als je niet voldoet aan de voorwaarden, krijg je niet. En dan binnen zoveel jaar je geen resultaat boekt, dan onafgoed door. Ja, dus dat moet komen waardoor niemand grond kan aanvragen om te verkopen. Ja, meneer de voorzitter, ik hoop dat ik de samenleving dit kunnen voorhouden en dat ik ze geruststel dat geen enkele Mennoniet, of hoe je die mensen noemt, grond heeft gehad. Dus het is duidelijk, de minister van GBB heeft geen enkele Mennonieten of Mennonieten grond gegeven. Dank u wel. Fractieleider Parmesser. Voorzitter, laat de samenleving ook weten dat we van een vice-president verwachten dat hij de juiste procedure aangeeft hoe mensen aan grond kunnen komen. Het is niet alleen de grote 499 hectare, something like that, wat u zei. Er zijn alle stappen die je moet nemen conform de relevante bepalingen. En niet wat de vicepresident heeft hier gesteld, alleen als u hebt 499 hectare, dat gaat u kunnen krijgen. Net had u gezegd en we kunnen de bandjes draaien. Voorzitter, we weten de relatie van meneer Souverein en dat hij ervoor uitgekomen is dat hij werkzaamheden, lobbywerk, etc. doet voor de Mennonieten. Ik heb hier, en u zult er geen enkel stuk, de naam Mennonieten tegenkomen. Nergens gaat u dat tegenkomen. Maar dat betekent niet dat het niet voor de Mennonieten is. Wat goedkoop. Wat goedkoop dat u ons probeert te misleiden. Al die stukken van Terra Invest, getekend door Ruud Souverein, heb ik hier daar gedeponeerd. En daaruit citeer ik, voorzitter. Wat wil de vicepresident ons om de tuin leiden? Dat wil hij dat doen, voorzitter. Ik heb hem vandaag ook nog een kaart gegeven. Ja, waar ter zake deskundigen aan hebben gewerkt. Hoe in de terrein op de aanvragen van LVV en daarbinnen ook die van Terra Invest. Dubbele uitgaves, voorzitter. Uitgiftes, voorzitter. Ja? De zaak stinkt. Let Jogi aan deze kant. Let Jogi. Voorzitter, bedankt. Voorzitter, ik ben blij dat de regering bij monden van de vicepresident duidelijkheid en klaarheid heeft gebracht, voorzitter, in de misleidende informatie en de suggesties, voorzitter, die gisteren hier zijn gedaan in het parlement. Dat het de intentie was, voorzitter, blijkbaar om de naam van de minister door het slijk te halen, de imago van de regering te beschadigen, voorzitter, en een project misschien dat goed is, dat zal later blijken te torpederen, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat de vicepresident heeft aangegeven dat de minister geen blaam treft en dat dat juist en correct is, voorzitter. Dat conform de procedures en regels gehandeld is, voorzitter. Dat er een verzoek is ingediend. Dat het verzoek in behandeling is genomen. Dat conform de landherverenigingswet adviezen zijn opgevraagd. En conform de adviezen het besluit is genomen. En dat door voor extra voorzichtigheid de BV's nog niet zijn uitgereikt
omdat men het nog raadzaam achtte om nog wat consultaties te plegen. En ik juich de voorzichtigheid toe, voorzitter. Voorzitter, en nergens in het document is aangegeven toch, dat het terrein is uitgegeven aan Mennonieten, voorzitter, dan aan Agricultural Reinhard. En wanneer we kijken naar de documenten, voorzitter, dan zien we inderdaad, voorzitter, dat Agricultural Reinhard is gevestigd, voorzitter, op Campo Mbaru, Campo Kitchel nummer 50 in het district Saramaka, voorzitter. En dat de directeur is de heer Souverein Christian Rudolf, voorzitter. En dat van de tweede NV, Tara Investment, ook het adres van vestiging hetzelfde is en de eigenaar hetzelfde is. Ik lees nergens, voorzitter, en ik kan ook niet concluderen uit geen enkel document. Let boven, kort, en dan let Kanape, dan gaan we het afsluiten. Voorzitter, mag ik de ruimte om een persoonlijk feit te maken, zeker wanneer de informatie die ik hier met gespierde ballen heb gebracht, zoals de VP dat verwoordt, voorzitter, wordt verweten nu de samenleving te misleiden, voorzitter. Voorzitter, de laatste die dat zal doen is, ik heb hier gelezen en we kunnen de VP niet kwalijk nemen wanneer hij niet weet wie en wat Mennonieten zijn, dat hij onverwacht dan zal zeggen nu dat het zal gaan naar Mennonieten, want je weet het niet. Want hier staat duidelijk in het stuk dat ik heb aangegeven, voorzitter, dat dat verzoekschrift komt van Terra Invest Suriname, Guyana NV. Dat is de oorspronkelijke aanvrager en het is bij iedereen bekend. Inclusief, voorzitter, de verklaring van de directeur zelf dat hij dat doet namens Mennonieten, voorzitter. En dat hij dat doet, voorzitter, op basis van het belang en de behoefte. En hier, voorzitter, moet er geen rookgordijn worden opgetrokken. Geweldig rookgordijn, want op 15 en 16 juli zijn de gronden uitgegeven aan anderen. Voorzitter, wat is het opportunisme en het politiek belang om dat nu te doen? Als u dat vindt, moet u dat allang doen, voorzitter. En ik vind, voorzitter, als de VP daartegen is, dan moet er een onderzoek komen. Goed. Wij gaan dat niet verdedigen, VP. En u moet geen rookgordijn trekken, omdat toen iets is gedaan. Dan komt u nu, wat uw minister fout heeft gedaan, voorzitter, goed praten. Ik dank wil, voorzitter, dat de... Let Kanape. Dank u wel, voorzitter. Uit al de woorden en zinnen van de vicepresident hebben wij niet vernomen dat de minister een fout heeft gemaakt in haar handelen. Meneer de voorzitter, de minister heeft een glazen bol om te zien wie achter de stichtingen en organisaties en rechtspersonen zitten. Maar als mocht blijken, zoals de vicepresident naar voren heeft gebracht, en uit onderzoek zou blijken, en ook dat de zaak niet kan of niet mag lopen, en ook dat er rekening is gehouden met de grondrechten vraagstuk, dat de kapiteins daarop moesten reageren als ze ermee eens zijn of niet. Meneer de voorzitter, we danken de vicepresident, we danken de minister voor de voorzichtigheid, de nodige voorzichtigheid. En nu we zoveel meer informatie krijgen dat de zaak niet is wat het moet zijn en de stukken niet zijn verstrekt. Meneer de voorzitter, we danken de regering voor die nodige voorzichtigheid die zij in acht hebben genomen. En ik denk, zoals de vicepresident heeft verwoord, dat in deze zaak, indien de regering, zo de Mennonieten of wie dan ook naar Suriname, de toestemming hebben gegeven om te komen voor een pilot, dat de regering het nu verder zelf zal begeleiden, dat juichen we toe. En dat die samenleving dat dan derde en vierde of zesde dan gronden zouden verkopen en al dat soort dingen. Meneer de voorzitter, we danken de regering voor die klaarheid die ze hebben gegeven in deze zaak. Zodat onze samenleving zich nu kan focussen op nog belangrijkere issues. Goed, dan een issue dank dat reeds afgelopen. Onder dankzeggen vandaag ik deze vergadering naar donderdag 11 uur.